Ik krijg heel veel vragen op school, per mail, op Facebook, van hé hey, meneer van Noord, hoe kan ik nou eigenlijk het beste leren voor geschiedenis? En met het eindexamen in het vooruitzicht, het lijkt het mij verstandig om eens even wat zaken op een rijtje te zetten. Hoe kun je nou het beste voorbereiden op dat CSE, dat Centraal Schriftelijk Eindexamen? Nou, in deze video gaan we eens kijken naar hoe dat uh, geldt voor het historisch overzicht en de kenmerkende aspecten. Want die twee zaken vormen toch de basis van dat Centraal Schriftelijk Eindexamen. En dat examen dat is eigenlijk opgebouwd volgens twee belangrijke principes waar die examenmakers zich aan houden. Het eerste principe is dat dat hele examen chronologisch is opgebouwd, op tijdsvolgorde dus. Daar gaan we dadelijk even verder naar kijken. Het tweede principe is dat iedere vraag te, te link is aan tenminste één kenmerkend aspect. Ook daar gaan we dadelijk even verder naar kijken. Oké, okay, het uh, eindexamen is dus chronologisch opgebouwd. Het zal voor zowel HAVO als VWO bestaan uit uh, ongeveer 25 tot 30 vragen. Meestal gaat het meer richting die 30, waarbij je dan ongeveer 65, uh, uh, sorry, 75 à 76 punten kunt scoren. Uh, maar goed, die vragen die zijn dus chronologisch opgebouwd. Dat betekent dat het examen loopt van de prehistorie tot aan het heden. Vraag 1 is meestal de volgordevraag. Maar goed, de eerste vraag gaat dus over de prehistorie, de laatste. Vragen gaan over uh, de 20e eeuw, onze eigen tijd dat examen, dat is ook ingedeeld eigenlijk volgens die periode. je krijgt dadelijk gewoon zo'n volgorde vraag, dat staat dan door de tijd heen boven. Dan volgt er een dikke streep, dan staat er prehistorie en oudheid, dan komen er een paar vragen, dan weer een dikke streep, dan staat er middeleeuwen en dan komen er een aantal vragen. Weer een dikke streep waar vroeg moderne tijd bij staat met een hele rits vragen. En uiteindelijk nog ergens eh, op drie kwart van het examen een dikke streep en dan staat moderne tijd. En daaraan zie je dus al, en dat zie je bijvoorbeeld ook aan de jaartallen die in de vragen worden genoemd of bij de bronnen uh, staan die bij die vraag horen. dat dat examen dus op tijdsvolgorde is. Dus dat is altijd belangrijk om te onthouden als je zo'n examen gaat maken. Oké, okay, dan dat tweede principe, die kenmerkende aspecten. Iedere vraag kun je daaraan linken. En dat kan zowel direct zijn, uh, zoals we hier ook zien. Ik heb hier uh, twee vragen: eentje uit het uh, HAVO-examen van 2015, en eentje uit het VWO-examen van 2015, allebei tijdvak 1. Ja, en als je naar die vragen gaat kijken, dan zie je dat daar dus gewoon gevraagd wordt: noem deze twee kenmerkende aspecten, of noem dit kenmerkende aspect. Dus je moet ze gewoon kunnen benoemen. En vaak moet je ze ook natuurlijk kunnen uitleggen. In het geval van die bovenste vraag niet in het geval van die onderste vraag wel uh, maar het kan ook zo zijn dat er niet gevraagd wordt van nou noem dit kenmerkend aspect maar dan gaat de vraag nog steeds wel over een kenmerkend aspect of meerdere kenmerkende aspecten en die moet je dan snappen en kunnen uitleggen en dergelijke dus dan heeft het indirect mee te maken oké okay, dit zijn de principes hoe moet je dat nou aan gaan pakken als je gaat leren voor je examens nou ja ik zou het in een aantal stappen doen en uh, leren voor het CRC, dat betekent dus die stappen volgen. En de eerste stap zou voor mij zijn: ken die vijf periodes. Want het examen is namelijk ook opgebouwd volgens die vijf periodes, zoals ik net zei. En zo begin je echt bij de basis. Oké, okay, vijf periodes, welke waren dat ook alweer? De prehistorie, de oudheid, de middeleeuwen, de vroegmoderne tijd en de moderne tijd. Die benamingen, die kom je ook in je examen tegen. Je weet straks gewoon welke vijf periodes er zijn. Je weet van die periodes ook uh, van wanneer tot wanneer ze lopen. Je kent die jaartallen dus gewoon die je hier ziet verschijnen. En je weet ook dat uh, sommige van die periodes kun je nog verder onderverdelen. Bijvoorbeeld de middeleeuwen die kun je onderverdelen in de vroege middeleeuwen van, duizend, of van 500 na Christus tot 1000 na Christus en de late middeleeuwen van 1000 tot 1500. Dat weet je straks gewoon. Dit is de basis. Hier begint het mee. Het is niet moeilijk, maar je moet wel goed in je hoofd hebben zitten. Uh, de tweede stap. Is dan die tien tijdvakken. Zorg dat je die kent. En welke zijn dat? Nou ja, dat weet je straks gewoon. Je weet dat dat is Jagers en Boeren, tijdvak 1. Grieken en Romeinen, tijdvak 2. Monniken, Ridders, tijdvak 3. En ga zo maar verder. Dat weet je gewoon. Niet dat je die namen ergens in het examen terug ziet komen. Het gaat vaak over die periodes. Of over bijvoorbeeld de 16e eeuw. En dan moet jij weten dat dat tijdvak 5 is. Maar uh, je moet dit wel weten. Omdat je anders je examen niet kunt maken. Want dan kun je die kenmerken en aspecten niet koppelen. Dus je weet gewoon welke 10 tijdvakken er zijn. Je kent ook weer de jaartallen bij die tien tijdvakken. Nou, hier zie je ze al staan. En je weet ook, en dan komen we terug eigenlijk bij stap 1 ook: uh, welke tijdvakken nu in welke periode vallen. Dus prehistorie, de eerste periode, is ook gewoon tijdvak 1. Jaar- en boerenoudheid, de tweede periode, is ook gewoon tijdvak 2. Maar daarna zie je al die middeleeuwen, die beslaat twee tijdvakken. En zo gaat het met die vroegmoderne tijd en die moderne tijd nog verder. We beslaan allebei drie tijdvakken. Waarom is dit belangrijk om te weten? Nou, je krijgt bijvoorbeeld een vraag, zoals hier uh, uit het HAVO-examen van 2015. Uh, deze oorkonde wordt gebruikt in een politiek conflict in de 11e eeuw. We gaan even niet naar die bron 3 kijken waarnaar nou wordt verwezen. Het gaat puur om de vraag. De 11e eeuw. Dan moet jij dus weten, oké, okay, de 11e eeuw, dat is van 1000 tot 1100. Oftewel, dan zitten we in tijdvak 4. Pas als jij dat weet. Dan moet jij natuurlijk gaan nadenken van, hé, hey, wat hoort er bij tijdvak 4? En dan kun je die vraag pas beantwoorden. Daarom is het zo belangrijk om goed die tijdsvolgorde, dus zowel van de periodes als de tijdvakken, in je hoofd te hebben zitten. Nou, de volgende stap, dan komen we bij de kenmerkende aspecten terecht. 49 van die stom vervelende zinnen, die je overigens ook in je eigen woorden mag schrijven, die moet je ook gewoon kennen. Je kent die 49 omschrijvingen van de kenmerkende aspecten. Uh, en je weet ook welke kenmerkende aspecten bij welk tijdvak horen. Sorry als je dit vervelend vindt. Ik weet van mijn leerlingen dat die dat heel vervelend vinden, maar dit hoort er nu eenmaal gewoon bij. Dus dit doe je. Als je dit niet doet, kun je je examen niet goed maken. Uh, om even terug te komen op die vraag die we net bij die vorige die je hadden uit dat havo-examen van 2015. Deze oorkonde wordt gebruikt in een politiek conflict in de 11e eeuw. Die oorkonde is die Bron 3 waarnaar verwezen wordt. En we hadden net al gezegd, dat is dus tijdvak 4, de tijd van de steden en staten. Dan moet je dus weten welke kenmerkende aspecten er bij dat tijdvak 4 horen. Nou, dat zijn de volgende, die vijf kenmerkende aspecten die hier staan. Pas als je dat weet, kun je gaan bedenken van hé, hey, over welk politiek conflict gaat deze bron nou precies, als je de bron natuurlijk goed gelezen hebt en wat weet ik ervan. Dus je zult eerst die periodes moeten kennen, dan die tijdvakken moeten kennen en dan dus moeten weten welke kenmerkende aspecten bij welk tijdvak horen. En daarbij hoort dus ook dat je gewoon die 49 zinnen kent. Nogmaals, je mag ze in eigen woorden opschrijven, maar zorg dan wel dat die omschrijving dekkend is. En dan de laatste stap. Blijven bij die kenmerkende aspecten. Want het gaat er niet alleen om dat je die zinnen kent, maar het gaat er ook om dat je die 49 kenmerkende aspecten snapt. En stap 4 is dus: ken de inhoud van die 49 kenmerkende aspecten. Je kunt van ieder kenmerkende aspect. Uh, dan kun je in eigen woorden zeggen wat ermee bedoeld wordt, welke ontwikkeling er plaatsvindt. Of dat nou gaat over de tijd uh, van, van de jagers-verzamelaars, of over de kruistocht, of over de wetenschappelijke revolutie. Dat maakt niet uit. Je kunt dat uitleggen in eigen woorden. Je kunt ook bij ieder kenmerkend aspect een historisch voorbeeld geven. Uh, bijvoorbeeld uh, die afbeelding die we hier rechts zien. Nou ja, dat is natuurlijk een voorbeeld. Uh, een schilderij van Rembrandt. De anatomische les van dokter Tulp, Die past bijvoorbeeld bij dat kenmerkend aspect over de Gouden Eeuw van die republiek. Hè, die, 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 die bloei in economisch en cultureel opzicht. Want Rembrandt is een voorbeeld van die culturele bloei. Nou, dat soort zaken weet je gewoon. Uh, is misschien vervelend om allemaal te leren. Maar als je het niet doet, dan ga je, je examen ook niet halen. Nog even alles op een rijtje zettend. Leren voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen begint dus met dit stappenplan. Dit zou als het aan mij zou liggen, als ik mijn examen zou moeten maken, echt mijn eerste vier stappen zijn. Stap 1. Ik ga zorgen dat ik die vijf periodes helemaal ken. Stap 2. Ik zorg dat ik die tien tijdvakken helemaal ken en ik weet bij welke periodes horen. Stap 3. Ik zorg dat ik de 49 zinnen ken en ik weet welke zinnen bij welk tijdvak horen. En stap 4 is dan, ik weet ook nog eens wat die 49 zinnen betekenen en ik kan er ook nog een voorbeeld bij geven. Dan heb je een goede basis gelegd voor het leren voor je geschiedenisexamen. Je geschiedenisexamen is namelijk volgens deze principes opgebouwd die je hierboven ziet staan. Uh, dan zijn er ook nog zoiets als die historische contexten, daar zal ik in de volgende video op terugkomen. En ik zal ook even dieper ingaan op die kenmerken en aspecten, want ja, hoe moet je daar dan precies voor leren? Sommige leerlingen vinden dat lastig.